Hi, ik ben Stacey Cedro van State of Mind Network. Waarom maak je steeds dezelfde fouten? Misschien zou je moeten zeggen, waarom neem ik steeds dezelfde beslissingen met dezelfde vervelende gevolgen? Je kan je afvragen hoe dat komt. Als je er zelf op betrapt dat dat zo is, vind ik het op zich al knap. Ik vind op zich al dat je dan zeg maar een heel eind bent richting de oplossing. Want dan doe je eigenlijk al zelfreflectie. En als je in de gaten hebt dat je steeds bepaalde dingen doet waardoor je in situaties komt die je helemaal niet wil, dezelfde soort dingen en dezelfde soort situaties, dan ontdek je kennelijk zelf al een patroon. Er is een patroon in jouw gedrag wat ervoor zorgt dat je steeds hetzelfde doet. En het bijzondere van de situatie is dat het doen van dingen wordt voor 95% wat bepaald door ons onderbewuste. De 95% van ons gedrag wordt bepaald door ons onderbewuste, het onbewust proces. Het is heel goed om te weten dit natuurlijk, want dingen doen met een afloop die je niet graag wil, wordt dus gestuurd vanuit ons onderbewuste. Het feit dat jij met je bewuste weet dat je dat eigenlijk niet zou moeten doen, duidt op een onbalans tussen die twee. Het is miscommunicatie tussen je bewuste en je onderbewuste, want bewust weet je dat het niet goed is, maar onbewust doe je het toch steeds. Onbewust word je toch gestuurd om het te doen op wat voor manier. Kan je nagaan hoe powerful eigenlijk je onderbewuste is. Als je dus wil komen bij de oplossing waarom je steeds dezelfde fouten maakt of dezelfde dingen doet met een afloop die je helemaal niet wil, zal je dus moeten zijn bij je onderbewuste. Ergens is er een reden waarom je onderbewuste je toch steeds die kant op stuurt. En dat kunnen verschillende dingen zijn. Hè? Bijvoorbeeld stel je voor dat je iedere keer in financiële problemen komt. Het maakt niet uit of dat je opslag krijgt van 1000 euro, of dat je een loterij wint, of dat je een belasting teruggaaf krijgt. Iedere keer kom je in geldproblemen. Dat is een patroon. Er zit iets in jou wat jij doet, waardoor je iedere keer gestuurd wordt naar uiteindelijk het resultaat en dat zijn geldproblemen. Het kan ook bijvoorbeeld zijn in waarom je eigenlijk nooit iets afmaakt bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n typisch gedrag. Een studie maak je nooit af. Een boek maak je nooit af. Lees je nooit uit. Wat het dan ook is, je maakt dingen nooit af. Als je muziekproducer bent, je begint ergens aan, maar je maakt het niet af. Je schrijft een liedje, na het tweede couplet stop je ermee, je maakt het niet af. Wat is er aan de hand? Er is iets aan de hand. Relaties. De meeste mensen komen constant in dezelfde soort relaties terecht. Ze ontmoeten dezelfde type man of dezelfde type vrouw. En dat is niet altijd goed voor ze. Een gewelddadige relatie bijvoorbeeld. Mensen die komen constant weer in een nieuwe gewelddadige relatie terecht. Hoe kan het? Hoe is het mogelijk dat het zich zo herhaalt? Andere mensen komen steeds in een relatie met mannen of vrouwen die uiteindelijk altijd onbereikbaar zijn en blijven. Hoe kan het? Er is een patroon in wat jij doet, waardoor je steeds in dezelfde situaties komt. En dan moet je zijn bij je onderbewuste. Vraag jezelf dus af, als je in een situatie zit die je herkent van een week ervoor, een paar maanden ervoor, vraag jezelf af, hey, is er hier een patroon? Je moet dan zelfreflectie doen. Je moet eerlijk zijn, zelfreflectie is heel erg moeilijk, want je wordt geconfronteerd met jezelf. Maar als je echt van een probleem af wil, als je echt een bepaalde situatie niet meer wil hebben, wees eerlijk, doe maar zelfreflectie, vraag je af of er sprake is van een patroon. Zodra jij merkt dat er een patroon is, kom in actie, doe iets. Ga een zelfstudie, zelfcoaching, ga naar een coach. Dat is meestal de snelste oplossing om van A naar B te komen. Maar doe in ieder geval iets. Hè? Jij bent de enige die kan zorgen voor verandering. En als je dat niet doet, is dat een keuze op zich. Nou goed, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt aan dit korte verhaaltje. Mocht je er nog vragen over hebben, kan je het me niet altijd stellen op allerlei mogelijke manieren. Via State of Mind Network, pagina's of de website. Ik wens je in ieder geval heel veel succes daarmee. Vanuit liefde, Stacey Cedro.